schitterend weer in Nijkerk. We zijn hier op een prachtige atletiekbaan. Maar wat gaat hier achter ons gebeuren? De eerste rollatorrun van Nijkerk gaat hier plaatsvinden. Een rollatorrun. Dat klinkt als een racewedstrijd. Ja, het is een wedstrijd voor krasse bejaarden die 400 meter, 800 meter of 1500 meter willen lopen in dit geval. En waarom eigenlijk? Waarom is dit georganiseerd? Waarom? Heb je even? Wel even, ja. Omdat wij vanuit ons gezondheidscentrum de Nijenvest iets willen betekenen voor de ouderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen in beweging zijn. Omdat wij willen dat mensen die met een rollator lopen op de een of andere manier uit hun huis komen. Met elkaar een gezellige middag tegemoet gaan. Want maar het is weliswaar een wedstrijd, maar wel een wedstrijd die mensen met zichzelf aangaan en niet met elkaar. Dus dat is een beetje het idee. Ja. Hoe kom je aan die mensen? Want de jongeren bereik je via YouTube en bedenk het maar, via Facebook, internet. Maar de ouderen, hoe bereik je die? Via Paul. Paul komt via zijn werk fysiotherapeut bij Arkemene Sint-Joseph. En hij komt in aanraking met veel ouderen via zijn werk. En hij heeft eigenlijk de werving van de deelnemers gedaan. En ging dat een beetje? Dat ging, dat ging goed eigenlijk wel, ja. Ja. Overigens, of het nou ouderen zijn of jongeren, over het algemeen blijkt het toch lastig om mensen via aanmelding zeg maar, binnen te krijgen. Dus wat ik vooral gedaan heb, is mensen persoonlijk benaderen. Ze uitgenodigd om samen met ons een feestje te vieren. Heel veel mensen hadden daar wel zin in. En hebben zich vervolgens bij mij of bij Maya opgegeven. Iedereen welkom op deze eerste rollatorrun in Nijkerk. Op Pauls feestje. Hij heeft iedereen uitgenodigd op zijn eigen feestje, begreep ik. En we gaan vanmiddag laten zien dat een rollator geen beperking is, maar een mogelijkheid om in beweging te blijven. Cadeaubon van de postcode. En Stoop. Mevrouw Stoop. Ja! Ik kom naar je toe. Een paasbrood. Waar wij eigenlijk willen laten zien dat mensen met bijvoorbeeld een hulpmiddel weer juist erop uitgaan. Nou, dat vinden wij leuk. En dan willen wij de rollator overhandigen. Alsjeblieft. Het zit erop, de ouderen zijn letterlijk het busje ingeplaatst en uitgezwaaid. Hoe is het bevallen? Nou, wat mij betreft heel erg goed en volgens mij wat de deelnemers betreft ook heel erg goed. We hadden natuurlijk het weer mee, dus dat was al heel erg bijzonder. Iedereen lekker buiten en volgens mij hebben we een hele leuke middag gehad. Ja,
zeker. Dat is echt geslaagd. Voor herhaling kwabbaar, zeker. Dus volgend jaar weer? Ja, zeker weten. Ja, gaan we volgend jaar weer doen. En het aantal deelnemers moet dan nog eentje omhoog? Dat zou leuk zijn. Vandaag hadden we er 23. Ja, nou ja, hoe meer zien, hoe meer vreugde, zegt men dan. Dus nou, dat zou kunnen, ja. En geen winnaars of allemaal winnaars? Iedereen die deel heeft genomen is een winnaar voor ons.